Ik ben Judith Buys, ik ben HR-manager binnen Hutten. En dat wil zeggen dat ik aanspreekpunt ben van alle SNO-adviseurs. Want wij spreken over SNO in plaats van PNO. Omdat wij praten over samenwerkers in plaats van medewerkers. Ik ben zelf ook verantwoordelijk als SNO-adviseur dus. In plaats van HR-adviseur voor een aantal business units binnen Hutten. Wij zijn een samenwerking met IBN aangegaan omdat wij hier in de regio veel zitten hè, als organisatie. En IBN een regionale organisatie is en wij ook buiten de Sport 2 trajecten bijvoorbeeld heel veel doen. Mijn naam is Lotte van Buhl en ik ben een van de SNO-adviseurs en ben verantwoordelijk voor een gedeelte van Hutten Business Catering en Hutten Care & Cure. Wij zijn de samenwerking met IBN omtrent arbeidsmobiliteit aangegaan omdat wij heel erg aan het preventieve stuk voor onze samenwerkers willen denken. Wij hebben begin juli ongeveer de start van ons eerste traject, onze eerste samenwerking daarin. En hierin hebben wij een samenwerker aangedragen waarvan wij denken dat dat voor deze samenwerker heel belangrijk is. En we vinden dit een hele mooie start van een traject om dan eens te gaan kijken, oké, wat kunnen we dan voor hem betekenen? Wat kan IBN voor hem betekenen? Om hem toch tot zijn pensioengerechte leeftijd zo duurzaam inzetbaar mogelijk te behouden. Wij maken binnen Hutten gebruik van doordetacheren. En doordetacheren dat wil zeggen dat je dus tijdens een Sport 2 traject mensen de mogelijkheid biedt om verder te kijken bij andere bedrijven. Dat is voor ons heel interessant en ook heel succesvol. En daarmee merk je ook in een Sport 2 traject, ook al heb je niet meteen een andere alternatief waar mensen ook daadwerkelijk op gaan solliciteren, dat het mensen wel gewoon in beweging houdt en motiveert om wel gewoon bezig te blijven en verder te kijken dan alleen hun eigen functie. Het contact wat ik omtrent arbeidsmobiliteit heb gehad met IBN is echt top. De schakelingen zijn heel snel. Makkelijk bereikbaar, goede rapportages, korte lijntjes, duidelijke terugkoppeling en voldoet aan de norm die voor ons als werkgever heel belangrijk is. We zijn eerst even samengekomen zodat ik de juiste uitleg krijg wat houdt zo'n traject nou eigenlijk in. En aan de hand van die aftrap heb ik samen met die samenwerker gezeten om hem ook eens aan te geven van nou zo en zo zit het in elkaar. En ook hij was heel erg enthousiast naar het verhaal wat wij hebben overgebracht. En ziet ook echt in dat het preventief is voor hem. En dat wij echt wel iets voor hem kunnen betekenen. Omdat dit ook ons eerste traject is, moeten we dus even kijken wat daaruit gaat komen en hoe we daarin dan de samenwerking kunnen uitbreiden. Een van de mogelijkheden daarin zal dan zijn een doordetachering bij een ander bedrijf. Waarbij de mogelijkheden van deze samenwerking optimaal benut kunnen worden. In de breedste zin vinden wij het belangrijk dat onze mensen op de beste manier kunnen functioneren. Wij voor hun de beste organisatie zijn, dat ze de beste producten elke dag neerzetten. Dat ze het leuk hebben op het werk en dat ze gelukkig zijn.